Urk is the place to be. Op Urk gebeurt het. Hè. We hebben op dit moment zitten we bezig met in het kader van de circulaire economie om te kijken wat kunnen we met de restwarmte van het bedrijventerrein. Hoe kunnen we de afvalstroom van onze visrestproductie eigenlijk veredelen? Er zijn vanmorgen ook diverse voorbeelden voor geweest. Om de cosmetica-industrie op te zoeken. Skin for Skin is genoemd. Ja, hier gebeurt heel veel. Wat me opvalt hier is echt de enorme energie die er hangt. We zijn hier echt samen bezig. Dus je hebt de overheidsinstanties, dus je hebt de provincie en de gemeente die nou samenwerken. De ondernemers, het onderwijs is vertegenwoordigd. Dus je kan zien dat we samen met z'n allen de schouders onder zetten om toe te gaan naar een circulaire economie. Eigenlijk de belangrijkste tip die ik mee wil geven aan de ondernemers die met circulaire economie bezig zijn, is zoek verbindingen met elkaar. Dus we zijn sterk geneigd om ook vanuit onze kennis en specialisatie te kijken. Dat is heel begrijpelijk. Maar zoek juist die kruisbestuiving met elkaar. Eigenlijk zijn we als overheden ook consumenten. Wij doen inkoop en kunnen daarmee met ons volume ook invloed uitoefenen op de producenten. Door bepaalde eisen en verlangens op tafel te leggen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Dus ik denk dat als we dat samen doen, dan staan we ook sterker. Eigenlijk is het tell the story. Dat doen wij als Urk te weinig. Vanmorgen hebben we dat wel gedaan. Twee aansprekende sprekers en ik denk dat we ons goed op elkaar gezet hebben. Praten maar met en kangen, dus met elkaar. Kunnen we een hoop bereiken. En dat lijkt me een hele mooie afsluiting voor vandaag. Dank voor die komst. Tot de volgende keer. En met en kangen aan de gang. Dankjewel.